In Qatar staan 10.000 van deze containers, klaar om verscheept te worden naar Turkije. Misschien komen de containers je wel bekend voor. Ze werden eind vorig jaar gebruikt tijdens het WK voetbal. Tijdens het voetbaltoernooi sliepen duizenden fans uit de hele wereld in deze wooncontainers. Ook Nederlandse fans. Ja, dit is het riante onderkomen wat we hier hebben. Ja. Maar in principe is alles er wat je nodig hebt. Ik bedoel, twee bedden, kasten, een douche en een wc. En dit is onze keuken hier. Dat wil zeggen, we hebben een waterkoker en een koelkast. Nou ja, meer heb je ook niet nodig. De wooncontainers staan in Doha, de hoofdstad van Qatar. Vanuit daar worden ze met enorme vrachtschepen naar Turkije gebracht. Naar het gebied waar twee zware aardbevingen plaatsvonden. Daar zijn ze hard nodig. Door de aardbevingen zijn misschien wel miljoenen mensen dakloos geworden. Er zijn in het rampgebied tenten opgezet, maar daar is lang niet genoeg plek voor iedereen. Mağazam falan, her iş yerim battı, evim gitti. Depom vardı, o da gitti. Şu anda boş, bir şey yok, kalmadı bir şey. Her şeyim bitti. Şu anda sokakta kaldık. De eerste wooncontainers komen waarschijnlijk over een week in Turkije aan.